We hebben er allemaal van gehoord dat het klimaat verandert en dat het best een groot probleem is. Maar hoe zit het nou eigenlijk en wat kan je nou eigenlijk zelf aan doen? Deze video geeft een simpel, pragmatisch overzicht van de klimaatveranderingen. We gaan er echt op een makkelijke manier naar kijken en houden ons even bij de basisfeiten, zodat je zelf kan zien hoe je kan helpen. Dit is de situatie: Ons klimaat is eigenlijk kapot. En dat is een groot probleem, want we zitten allemaal op deze planeet. Ons leven hangt er vanaf. Het goede nieuws is dat wetenschappers hebben ontdekt wat de oorzaak is. Dat zijn wij. Wij mensen hebben het klimaat kapot gemaakt. Maar, maar wacht even, hoe is dat goed nieuws? Dat wij mensen in staat zijn het klimaat te beïnvloeden. Dat betekent dus ook dat we het kunnen maken. Nou ja, op zijn minst voor een deel. Maar voordat we naar oplossingen gaan kijken, laten we eens het probleem verder onderzoeken. Kijk, dit is onze planeet. Duizenden jaren was de gemiddelde oppervlaktemperatuur nagenoeg stabiel. Maar de laatste decennia schiet de temperatuur omhoog. Trouwens, deze grafiek en alle andere informatie in deze video is voorzien van bronverwijzing. Die kun je onderaan deze video vinden. Op een geologische schaal is dat waanzinnig snel. Nog nooit hebben we dit niveau bereikt. En het blijft maar stijgen. We noemen dit de opwarming van de aarde, omdat, nou ja, dat is precies wat het is. Maar wacht even, een paar graden warmer? Wat maakt dat uit? Het is een wereldwijd gemiddelde. Lokaal merk je het misschien niet zoveel, maar het heeft wel nare gevolgen. Wanneer oceanen opwarmen, zetten ze uit en daardoor stijgt het zeeniveau. Maar door de warmte smelten ook ijs en gletsjers, bijvoorbeeld op Groenland en de Arctica. Daardoor stijgt het zeeniveau nog verder. Deze snelle verandering destabiliseert het klimaat. We krijgen overstromingen, extreme regenval, stormen, een heleboel verwoesting. Op andere plekken ontstaat extreme droogte. Die zorgt voor verwoeste oogsten en hongersnood. We krijgen hittegolven, bosbranden, watertekorten, kortom ellende. En natuurlijk, we hebben altijd wel stormen en droogte gehad. maar de opwarming van de aarde zorgt ervoor dat ze vaker gebeuren en heftiger worden. Al deze klimaatgerelateerde verwoestingen dwingen steeds meer mensen om hun huis voor altijd te ontvluchten. En waar gaan ze naartoe? Naar nou, plekken die meer mazzel hebben, die geen last hebben van extreem weer. En die moeten dus omgaan met een groeiende toestroom van klimaatvluchtelingen die aan hun grenzen staan. Meer mensen die vluchten, minder plekken om naartoe te gaan. Dat is een recept voor instabiliteit en oorlog. Wat weer zorgt voor meer vluchtelingen, wat het probleem alleen maar groter maakt. Het is alsof we passagiers zijn op een lekkende boot. Het maakt niet uit waar het gat precies zit. Het is ieders probleem. En terwijl dit drama zich voltrekt, hoe reageren wij? Nou, sommigen met ontkenning, anderen met paniek, schaamte of door anderen de schuld te geven. Maar dat helpt allemaal niet, dus laten we daarmee stoppen. Wat wel helpt, is er iets aan te doen. Op zijn minst zorgen voor een beter gevoel. Dat we ons allemaal zorgen maken. En gefeliciteerd, jij doet het al door deze video te bekijken. De eerste stap op weg naar de oplossing van elk probleem is de oorzaak te leren begrijpen. Dus laten we het daar eens over hebben. Dit is onze atmosfeer, ook wel al bekend als de lucht. Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van het broeikaseffect. Zonnestralen bereiken continu onze aarde en worden weerkaatst terug de ruimte in. Maar broeikasgassen zoals koolstofdioxide en methaan houden een deel van die energie vast als een deken. Dat is op zich wel heel goed, omdat zonder dat effect onze aarde een bevroren ijsbal zou zijn en jij een ijsje. Deze gassen zijn duizenden jaren op een stabiel niveau geweest en hebben ons een stabiel klimaat gegeven waardoor er best wel wat handige dingen mogelijk zijn geworden, zoals onze menselijke beschaving. Maar gedurende de laatste 50 jaar is het koolstofdioxideniveau in de lucht plotseling met 40% toegenomen. In 800.000 jaar is het nog nooit boven dat niveau geweest en het blijft maar stijgen. Hmm, stijgende CO2-waardes, stijgende temperaturen? Toeval? Nee, wat blijkt, dit is de hoofdoorzaak van de opwarming van de aarde. Oké, okay, maar waarom is er meer koolstof? Alle levende dingen bestaan uit koolstof. Koolstof wordt niet gemaakt of vernietigd, het cirkelt rond in onze biosfeer doordat planten en dieren leven, ademen en doodgaan. Dus wat is er aan de hand met al die extra koolstofdioxide? Waar komt die in vredesnaam dan vandaan? Het begon allemaal anderhalf eeuw geleden toen we een heel aardig trucje ontdekten. Graaf kolen, olie en gas op en gebruik het om auto's te laten rijden en om elektriciteit op te wekken. Wow, deze brandstoffen kennen we als fossiele brandstoffen. Het is begraven koolstof uit organismen die miljoenen jaren geleden overleden zijn. Wanneer we dat opgraven en verbranden, krijgen we heel veel energie in één keer. Geweldig! Maar een bijeffect is dat we ook koolstofdioxide krijgen. Laat ik eerst even een belangrijk verschil uitleggen. Niet fossiele brandstoffen, zoals het verbranden van een boom, leiden niet tot extra CO2-waardes, zolang er een nieuwe boom groeit om hem te vervangen. Want die koolstof zat er in onze biosfeer. Het is hernieuwbaar. Daarentegen voegen fossiele brandstoffen wel CO2-waardes toe in ons systeem, omdat we het opgaven en niet meer ingraven. Op deze manier voegen we ieder jaar ongeveer 50 miljoen ton broeikasgassen toe aan onze atmosfeer. En ongeveer 70% daarvan is CO2. Door het verbranden van fossiele brandstoffen, vooral kolen en olie. En het blijft maar stijgen omdat meer mensen meer energie verbruiken. Aha, we hebben het grootste lek gevonden. Nu hoeven alleen het gat nog te dichten. De tweede grootste oorzaak van de opwarming van de aarde is. Daar komen we later nog even op terug. Helaas gaat de klimaatverandering sneller dan zelfs de meest pessimistische klimaatwetenschapper had gedacht. Waarom? Door iets wat we positieve feedback noemen. Wat overigens niet zo positief is als het uh, klinkt. De grootste feedbackloop is waterdamp. Warmere oceanen zorgen voor meer verdamping. En waterdamp is zelf ook weer een broeikasgas. Dus dat zorgt weer voor meer opwarming. De tweede feedbackloop de dunner wordende ijslaag. Ijs weerkaatst zonlicht. Wanneer dat ijs wegsmelt, wordt er meer aardoppervlak blootgelegd. Er wordt meer hitte opgenomen en de opwarming van de aarde neemt toe. Ten slotte is er ook nog permafrost. Grote delen van Siberië, Canada en Alaska zijn bedekt met permafrost. En wat blijkt, deze bevroren bodem bevat heel veel broeikasgas. Wanneer deze bodem ontdooit, komen deze gassen vrij en zorgen weer voor meer opwarming van de aarde. Dus klimaatverandering versnelt door deze drie gemene cycli. Het lijkt wel het plan van een schurk uit een B-film. Deze feedbackloops zijn bijna niet te stoppen. Dus we moeten echt de grondoorzaak aanpakken. Omdat het verbranden van fossiele brandstoffen de primaire oorzaak is van de opwarming van de aarde, moeten we um, ah, stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Dank u, dank u. Maar wacht even, waarom verbranden we dat spul ook alweer? We verbranden het in elektriciteitscentrales om elektriciteit op te wekken. We verbranden het in auto's en vliegtuigen om ze in beweging te houden en in fabrieken om spullen te produceren. Zie je die schoorstenen, uitlaatpijpen? Rook. Dat is een hint. Dit zorgt bij elkaar voor ongeveer twee derde van de 50 miljoen ton. En trouwens, die rook is nog giftig ook. Dus daar willen we sowieso al vanaf. En hier is het meest fascinerende. De fossiele brandstofindustrie wordt ook nog eens gesubsidieerd. Overheden over de hele wereld geven ongeveer een half biljoen per jaar uit. Dat is 1% van de wereldwijde omzet. Om datgene te ondersteunen waar we uiteindelijk het loodje door gaan leggen. Dat vraagt duidelijk om verandering. Dus, wat gaan we 200 jaar aan vooruitgang uitwissen? Terug naar kaarsen en paarden? Nee, natuurlijk niet. Want we zijn behoorlijk gehecht geraakt aan elektriciteit en vervoer. Dus dat gaat niet weg. We moeten het alleen zien op te lossen zonder fossiele brandstoffen. En het goede nieuws is dat we het helemaal niet meer hoeven te verbranden. In plaats van kolen en olie kunnen we zonnepanelen en windmolens gebruiken om dezelfde elektriciteit op te wekken zonder het klimaat te verklooien. Vroeger was dit duur en inefficiënt, maar de technologie heeft een inhaalslag gemaakt. En nu zijn zonne- en windenergie vaak meer kostenefficiënt dan kolen en olie. Zelfs zonder rekening te houden met de impact op het klimaat. Dat noemen we grid parity. Een cruciaal economisch omslagpunt, waarna mensen die geen idee hebben van klimaatverandering of die het niks kan schelen, toch zullen willen overstappen omdat het goedkoper is. Natuurlijk hebben we ook energie nodig wanneer de zon niet schijnt en wanneer het niet waait. Dus de volgende grote uitdaging is de opslag van energie. Accutechnologie en andere opslagoplossingen zijn bezig aan een inhaalrace. En het bijkomende voordeel is dat alle landen gratis toegang hebben tot zon en wind. Dat noem je gedemocratiseerde energie. Er is minder noodzaak voor landen om met elkaar te ruzien over oneerlijk verdeelde oliereserves, pijpleidingen en dat soort dingen. Natuurlijk hebben we ook nog andere niet-fossiele energiealternatieven nodig. Kernenergie met zijn specifieke risico's en uitdagingen, waterkracht, biomassa, geothermie. Vanuit het perspectief van de opwarming van de aarde is alles beter dan fossiele brandstoffen. Duurzame energie groeit daarom ook snel. Maar op wereldwijde schaal komt 80% van onze energie nog steeds uit fossiele bronnen. Daar moeten we aan blijven werken. Hoe zit dat eigenlijk met vervoer? Vervoer is ongeveer 14% van alle uitstoot. Drie kwart daarvan komt uit autobrandstof, inclusief vrachtwagens en bussen. Zij zijn erger dan vliegtuigen, omdat er zoveel zijn. Maar gelukkig zijn er nu elektrische auto's. Je kunt ze inpluggen. Opladen, net zoals je doet met je mobiele telefoon. Het bereik was vroeger een probleem, maar nu zijn er al heel veel elektrische auto's die meer dan 500 kilometer kunnen rijden op één acculading. Ja, en tegen die tijd heb je sowieso al een pauze nodig. Ze zijn nog behoorlijk duur, maar de prijzen dalen snel. En uiteraard is een elektrische auto zo schoon als de stroom die hij verbruikt. Maar het verschil is dat een benzineauto altijd smerig blijft, terwijl een elektrische auto automatisch schoner wordt naarmate er meer schone energie wordt opgewekt. En er is meer goed nieuws. Meer energiezuinige apparaten, slimme energiedistributiesystemen. Deze zaken verbeteren het klimaat en zorgen voor een lagere elektriciteitsrekening. Ook de regelgeving maakt een inhaalslag. Met name door het duurder maken van CO2. Bijvoorbeeld door het verschuiven van belasting, waarbij een lokaal geproduceerde appel goedkoper is dan een geïmporteerde banaan. Het is een verschuiving, niet een belastingverhoging. Wanneer bedrijven de werkelijke kosten van hun CO2-uitstoot moeten betalen, zullen ze innovatieve manieren zoeken om de uitstoot te verlagen. Er zijn zelfs technici bezig te experimenteren met het uit de lucht halen van CO2 en het terugstoppen in de grond. Een soort van uh, bomen met turbo. Op een dag zal deze hele kwestie met olie en gas voorbij zijn. Een eng verhaal dat we onze kleinkinderen vertellen. Een veelgroot misverstand over klimaatverandering is dat het verlagen van CO2 betekent dat we onze levensstandaarden ook moeten verlagen. Maar dat is niet waar. Een voorbeeld. Dit is Krakau in Polen. Polen heeft last van ongeveer 50.000 voortijdige sterfgevallen per jaar door giftige stoffen die vrijkomen bij het verbranden van kolen. Zet dat eens dus af tegen dit dorpje in Beiren, wat 100% duurzame energie gebruikt: zon, wind, waterkracht, biomassa. Zij ademen schone lucht in en produceren vijf keer de hoeveelheid elektriciteit die ze nodig hebben, en verkopen het overschot met winst. Natuurlijk is het maar een klein dorpje, dus het is een oneerlijke vergelijking, maar de trend is duidelijk. Dit is de toekomst voor steden: schone lucht, minder verkeerslawaai en eigenlijk een hogere levensstandaard. Onthoud, ruwweg 70% van de opwarming van de aarde is veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. En nu we langzaam overschakelen op duurzame energie om onze huizen, auto's en fabrieken te laten draaien, houdt het meeste daarvan op. Alles wat dan over is, is. Oh ja. De tweede belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. We verwoesten veel bos om plek te maken voor veevoer, vooral koeien. Dit zorgt voor veel CO2 en ook methaanuitstoot. Sterker nog, bos- en akkerbouw en veeteelt tellen op tot bijna een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de hele transportsector. Er is al een hoop innovatie om dit te verlagen, maar uiteindelijk moeten we gewoon minder vlees eten. Dat is moeilijk te verteren voor sommige mensen. Maar vleeseters, geen paniek, varkensvlees en kip en ander vlees hebben vijf tot tien keer minder impact op het klimaat. Nu zou je kunnen denken, oké, okay, we hebben een probleem. Maar het is erg. Maar het wordt ook opgelost. Dus waarom zou ik iets doen? Het probleem is dat het sneller moet. Er zijn nog genoeg hobbels die we moeten nemen. Technische uitdagingen, politieke uitdagingen en natuurlijk weerstand van organisaties die van olie profiteren. Ja... Die niet helemaal waarderen dat ze overbodig worden. Hoe sneller we gaan, hoe minder vreselijke gevolgen we straks last van krijgen. Dus wat kun jij doen? In managementkringen worden mensen vaak bronnen genoemd. Nee, mensen zijn geen bronnen. Mensen hebben bronnen: geld, tijd, passie, creativiteit, vaardigheden, gereedschap en natuurlijk verbinding met andere mensen die weer hun eigen bronnen hebben. De samenstelling zal van persoon tot persoon verschillen, maar iedereen. Kan en worden ingezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Gebruik bijvoorbeeld je persoonlijke netwerk om simpelweg deze video te verspreiden. Je hebt al een bijdrage geleverd, want bij iedere extra persoon die deze video ziet, wordt het waarschijnlijker dat iemand iets gaat doen. Zelfs als maar 10% van onze acties tot iets effectiefs leidt, leidt een miljoen mensen die één ding doen al tot 100.000 effectieve acties. Dat telt op! Gebruik bijvoorbeeld je stemrecht om klimaatbewuste beslissers aan de macht te brengen of om CO2-belasting in te voeren in je land. Gebruik je koopkracht, leg zonnepanelen op je dak, stap over op een duurzame energieleverancier, koop een elektrische auto of investeer in een bedrijf wat die auto's maakt. Pas je persoonlijke gewoontes aan: minder vliegen, vaker met de trein, minder met de auto, meer op de fiets, minder rundvlees, meer wat dan ook. Als een extraatje zorgen veel van deze dingen ook nog eens voor een betere gezondheid. Maar onthoud, je persoonlijke levensstijl aanpassen is niet het enige wat je kan doen. Kijk verder dan jezelf. Heb je wat spaargeld over? Investeer in zonnepanelen ergens anders in de wereld. Meer dan een miljard mensen hebben geen elektriciteit en verbranden kerosine en diesel om het op te wekken. Er zijn nu crowdfunding die deze dorpen voorzien van gehuurde zonnepanelen, wat een win-win-win situatie is. Want bewoners krijgen elektriciteit en daarmee een hogere levensstandaard. De opwarming van de aarde wordt tegengegaan. En je krijgt nog eens wat rente over je investering ook. Denk aan de wereldwijde impact naast de lokale impact. Gemiddeld veroorzaakt iedere persoon op aarde 3 tot 18 ton uitstoot per jaar. Afhankelijk van inkomstenniveau. Als je dit doorrekent, wordt het interessant. Het wordt bijna een spel. Bijvoorbeeld: voor mij heeft de aanschaf van een elektrische auto de voetafdruk van mijn familie met 3 ton per jaar teruggebracht. Maar een investering van 500 dollar in zonnepanelen in Kenia maakt een jaarlijkse besparing van 14 ton mogelijk. Doordat ze geen kerosine meer hoeft te verbranden. Mijn punt is: een ton is een ton, ongeacht waar ter wereld je die bespaart. Over het geheel gezien is duurzame energie een snelgroeiende sector. Er zijn genoeg mogelijkheden om wat geld te verdienen. Terwijl je ook nog eens het verschil maakt. En als je zelf geen geld hebt, nou, kun je je rijke neef misschien wel vragen iets nuttigs met zijn geld te doen. Ga je vaak voor je werk op reis? Overtuig je baas dat hij de CO2-uitstoot van je lucht compenseert. Kun je programmeren, testen, ontwerpen? Help dan om apps en websites te creëren. Zoals deze: Electricity Map. Een hele coole open-source website. waarbij je live de klimaatimpact van de energieproductie in elk land visueel kunt inzien. Het stelt mensen in staat om betere beslissingen te nemen. Maar je kunt nog veel meer doen. Hou je van graven in data? Doe onderzoek om de ruwe data voor tools als deze te genereren. Heb je een groot netwerk? start dan een community of word lid van die van ons. Ben je goed in teksten schrijven? Inspireer anderen dan met succesverhalen. Techneut? Bouw al deze gave technieken. Advocaat? Politicus, verbeter de wetgeving. Verminder subsidie op fossiele brandstoffen. Zie je het patroon? Er zijn heel veel manieren om te helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Misschien ben je het totaal oneens met een aantal van deze acties en dat is prima. Zie het maar als schakelaars die je kunt omzetten. Jij bepaalt wat je wilt doen en wat jij denkt wat bijdraagt. Deze atmosfeer is de enige die we hebben. Alle landen delen hem. Dus het maakt niet uit waar je bent of wat je doet. Iedere ton telt.